Zo snel mogelijk naar de... Oh, daar komt een gestoorde aan. Iemand in een bananenpak. Maar daar hebben we een hele goede oplossing voor. We hebben een hond die houdt van fruithapjes. En dat is de hond van het arrestatieteam. Dan geven we een daverend applaus, dames en heren. De hond van het arrestatieteam is een toch iets ander hond. Het is een hond, als die eenmaal besteld is, dan pakt hij je altijd. De hond is niet meer terug te halen. De enige manier om de hond van de pakwerker af te halen is door hem te wurgen. De hond mag niet loslaten. Zoals je ziet, hij wordt gewurgd. Hij gaat dan heel even uit. En dan is hij los. Nou, dit is de tweede hond van het arrestatieteam bij ons in het team. En hij heeft zich een maand geleden ook behoorlijk bewezen door een verdachte. Maar toch wel behoorlijk toe te takelen. Ja, de hond is overal inzetbaar. Hij is zelfs een beetje parachute springen met zijn begeleider. Ja, en dat moet ook heel sociaal zijn. Dus de teamleden moeten hem kunnen aaien. Je moet een balletje met hem kunnen gooien. Maar als de begeleider zegt dat de schakel eraan moet, dan staat hij op scherp. Nou, straks zal de eerste auto weer oprijden, zoals je ziet. Dit is de verkenningsvoertuig. We maken een rondje over het terrein en we gaan kijken of het terrein veilig is. De landen waar we meer werken, dat is bijvoorbeeld in Kenia, Sudan, Oeganda, Mali. Alle landen waar een enig risico is voor een VIP, daar worden wij ingevlogen. Dus op dit moment komen wij overal de hele wereld. Nou, de verkenningsauto die staat stil. Er is een uitstap en de beveiliger gaat kijken of het veilig is voor de VIP-pakket. Nou, de voorste auto zit de VIP in, de tweede auto de commandant. En zoals je ziet, er komt een auto voorrijden, er komt een blokkade. Er komt een aanslag. Het vliegtuig is uitgeschakeld. De tip wordt uit de auto gehaald, dus zo snel mogelijk naar de tweede auto verplaatst worden. Compleet is dan de instap is gereed. Dan gaan we zo snel mogelijk weg. Ja, de wagen die wordt achtergelaten. Maar voordat we weggaan bij die auto, gooi ik er altijd een brandgranaat in, zodat we niet heel achterblijven. Ja, hebben we daar geen tijd van, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een helikopter te bellen, zodat de wagen in brand geschoten wordt. Nou, dit was de demonstratie van de Brigade Speciale Veiligingskrachten. Mocht u nog vragen hebben, dan staan wij achter dat gebouw aan uw rechterzijde. Staan we daar in de stand. Dank u wel voor uw medewerking en tot volgende keer.